Het zijn een soort kip- of haanachtige figuren, met manshoog zeg maar, met een gewicht ieder van zo rond de 75 kilo. Het heeft hier op deze plek vastgezeten in de grond, helemaal verankerd. U ziet hier nog een deel van de betonnen verankering. Men heeft het losgeslagen, men heeft het doorgezaagd, ik weet het niet helemaal. Maar met grof geweld is alles hier verwijderd in een triest. De bandensporen van de vermoedelijke daders zijn nog zichtbaar. Zij hebben de beelden in etappes meegenomen. Wandelaars lieten de politie namelijk vrijdagavond al weten dat een van de beelden was verdwenen. Toen Den Hartog de volgende ochtend ging kijken, was ook het andere beeld weg. Kunsthistorisch, ja, is het van onschatbare waarde. Dit is al het derde bronzen beeld dat in ruim een maand tijd in onze regio is gestolen. Eerder werden in Papendrecht pingpongspeler en in Dordrecht gestalten van hun sokkel getrokken. Veel wordt er dus in stukken gehakt en het wordt weer omgesmolten. En er zijn blijkbaar nog steeds helers of schroothandelaren, ijzerhandelaren, die malen er niet om waar dit soort dingen vandaan komen. En handel is handel. Of dat inderdaad zo makkelijk gaat, is nog maar de vraag. Schroothandelaar Peter Hulters laat in elk geval weten altijd om legitimatie te vragen. Wij maken een kopie van zijn paspoort en zijn rijbewijs. En dan kan hij het hier achterlaten. Maar anders, als ze dat niet doen, dan stuur ik ze gelijk weer weg. Ondanks de diefstal hoeven kunstliefhebbers in Zwijndrecht niet te vrezen. De overgebleven beelden blijven gewoon buiten staan.